belde mij op om over deze voorstelling te praten. Hij zegt, ik wil iets maken over het slavernijverleden met jongeren. En toen hebben we hier heel veel onderzoek voor gedaan, voordat we met de jongeren ook onderzoek gedaan hebben. Deze. Oh, spannend. Ja, precies. Ja. Zo zie je maar weer, je kunt altijd iets doen. En ook dat stukje daarna. Ja, hoe het idee eigenlijk is begonnen, is dat ik merkte dat ik zelf heel weinig wist van het slavernijverleden. En eigenlijk vond dat dat een beetje raar is als je zo in Rotterdam leeft, waar ja, dat zo erg aan de hand nog is. En toen ben ik me erin gaan verdiepen, ik heb een cursus gevolgd en gedacht, nou oké, dit moet even, ja, er moet iets mee. Ik heb geleerd dat ze niet mochten zingen eigenlijk, maar dat ze dat toch gewoon stiekem deden. We moeten zorgen dat die verhalen bekend worden. Ik wist het niet en ik merkte dat in mijn omgeving eigenlijk ook niemand het wist. En dan is theater denk ik een heel goed medium om die verhalen wel door te kunnen vertellen. Zoveel generaties die zijn opgegroeid in slavernij. Je kunt het mensonterende systeem afschaffen. Het systeem haal je niet zomaar uit de mens. Nog verdriet als ik naar buiten kijk. Zoveel broeders met zoveel pijn. Waarom kunnen wij niet gelijk zijn? Ik vecht elke dag voor gelijkheid. En ik vraag aan u om allen op te staan, zodat wij 2 minuten stilte in acht kunnen nemen. Ik denk ook, zodra je heel veel weet over iets, spreekt dat jou ook meer aan. En je wordt er ook mee geconfronteerd. Ook gewoon alleen al een foto van een man met allerlei littekens. En wat met die jongeren zo mooi was, dat je eerlijk naar elkaar durft te zijn over dit onderwerp. Hoe moeilijk bepaalde dingen ook zijn om te zeggen, maar het is wel gebeurd. Dit is wel het verleden en het heeft zijn sporen nog steeds achtergelaten. Je mag niets bezitten. Je mag niet je eigen naam dragen. Je moet 7 dagen werken. Anders krijg je te maken met de zweep. Wat ik het meest indruk heb gemaakt van alle geschiedenis die we hebben geleerd, is geloof die boot en hoe weinig plek ze daar hadden. Ondernemen is een risicovol vak. Je neemt een gok in de hoop dat dat de juiste is. Ze zijn gedoemd om in slavernij te leven. Ja, het is Gods wil. Ik vond het heftig om te zien hoe slaven werden behandeld, dat ze zo hard moesten werken, maar er geen rekening werd gehouden met als ze zo hard moeten werken, dat ze sommige dingen ook gewoon niet kunnen. Dat ze hoge straffen kregen voor normaal zijn. De gulden vrijheid vaart weg met 300 Afrikanen aan boord. Vanaf nu zijn ze tot slaaf gemaakt. Ze varen weg van het land waar ze geboren zijn en waar ze nooit meer terug zullen komen. Het was the point of no return. Ik vind het ongelooflijk knap van jullie allemaal dat je die reis eerst bent gaan maken. Want sommige mensen spelen theater en krijgen teksten van makers, maar jullie zijn een reis gaan maken om dat ding te gaan snappen. En het is niet leuk als je dat hoort en ziet. En als jij dan een tekst moet voorlezen naar je voorouders en anderen moeten denken, oh, hebben mijn voorouders het ook meegemaakt. Maar het feit dat jij dat een beetje weet nu, daar ben ik erg blij mee. Ik heb ongelooflijk veel geleerd van jullie vandaag hier. En ik dacht dat ik ook veel wist. Goed gedaan dat jullie zijn gaan ontdekken eerst, voordat jullie zijn gaan spelen. En ik denk dat we dit terug moeten laten komen.